Wat heel erg opvalt als je door Gilze loopt of rijdt, is dat het bestaat uit oude linten. En die linten komen samen en op die plekken ontstaan steeds kleine pleintjes. En dat idee hebben we gebruikt in ons plan. Dus we maken een nieuw dorpspleintje om te verblijven. Wij hebben het beeldkwaliteitplan opgesteld. We hebben ook iets gezegd over architectuurstijl. Dat dat niet per se historiserend hoefde te zijn. Dus als was het al een eeuw oud. Dus het mocht best een wat modernere uitwerking zijn van nu, hedendaags. Zonder te veel aandacht te vragen. Dus wel een bepaalde rust en eenvoud. Ja, die ook wel past, denk ik, in Gilze. Van komen tot ontwerp, tot realisatie. Begint dan met een paar pennenstrepen en moodboards. Hè, van wat voor gevoel willen we hier nou krijgen? Maar dat plan moet ook technisch kloppen. Die ondergrondse waterberging die hier komt, die is vrij uniek. Nou, hier is de ruimte die is beperkt. Dus hier is gekozen om het onder de grond te stoppen. En eigenlijk wordt er bovenop geparkeerd. Dus het is eigenlijk ook wel een efficiënte vorm van ruimtegebruik. Maar er moet natuurlijk gewoon veel gebeuren voordat je met die bouw kunt beginnen. Dan moet je denken aan bodemonderzoek, archeologie, sanering, niet gesprongen excessieven. Nou, die onderzoeken zijn op dit moment compleet gedaan, saneringen zijn uitgevoerd en is er grond klaar nu om daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Ik denk dat een grote uitdaging was het inpassen van de supermarkt. Dat is natuurlijk een hele grote dichte doos. En als je je dat voorstelt, naast die mooie Gilzer pandjes, dan is dat de contrast in schaal heel groot. Wat we gedaan hebben is op die supermarkt woningen gerealiseerd. En de architectuur, of eigenlijk die parcellering zoals je dat noemt, dat opdelen hebben we doorgezet naar beneden, naar het pleintje. En ook aan het pleintje hebben we gezorgd voor winkelruimtes, waardoor je daar ook die kleine schaal laat ontstaan. Het doel is natuurlijk uiteindelijk een mooi stuk Gilze maken waar alle Gilzenaren heel blij van worden en veel gebruik van maken.